Yo guys, Job hier, een keer de YouTuber. Super nice dat jullie allemaal weer kijken naar deze nieuwe aflevering. Of niet zozeer aflevering, maar eigenlijk meer video. Waarin ik nog steeds in de welbekende grote piramide, ja, een beetje ingesloten zit eigenlijk. Zo zou je het wel kunnen zien. Ik zit hier toch wel een soort van gevangen. En aan mij is natuurlijk de taak om alle 5 waren het er geloof ik. Of nee, het waren er 6. Om alle 6 de gems te vinden. Zeg maar de edelstenen waarvan ik in de vorige video al 2 heb gevonden. En zo te ontsnappen uit deze piramide. Dus jongens en meisjes, doe een dikke vette like op deze video. Want wij zitten namelijk opgesloten in een immens grote Minecraft piramide. En wij moeten proberen om hier uit te komen. Nou, kort samengevat, de vorige keer zijn wij hier geëindigd. En het ding is eigenlijk vrij simpel. Ik moet naar de overkant rennen. Aan de overkant zit namelijk een soort van muur die momenteel dicht is. Maar die kan ook open gaan. Alleen het ding is, als jullie kunnen zien, wanneer ik zeg maar... Oh, wacht, is dit niet gewoon die muur? Moet ik hier niet gewoon naar boven toe? What the fuck? Ben ik er nou serieus gekomen? Nee, toch? Ik geloof dat ik er gewoon letterlijk zojuist naartoe ben gerend. Of is het juist de weg terug? Ik geloof zelf eerder dat dit de weg terug is, maar... Nee, dit is niet de weg terug. We hebben het gehaald. Oké, nice. Oké, we moeten nu naar de overkant. Alleen ik zie dat hier een pressure plate zit. En we zitten natuurlijk in een piramide, dus ik ga er zelf vanuit dat dit een of andere vage val is. Maar we gaan het proberen, jongens. Let's go. Oké, daar was ik dus al bang voor. Oké, snel. Oh my god, oh my god, oh my god. Rennen, 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 rennen. Is hier ergens water? Ik heb echt water nodig, jongens. Ik ben dood. Oké, dat was vrij te verwachten. Is niet erg, is niet erg. We weten nu in ieder geval wat er op ons te wachten staat als we deze kant op lopen. Nee, wacht. We moeten nu niet deze kant op, anders gaan we namelijk weer terug naar het vervelende gedeelte waar we de vorige aflevering juist een beetje vast zaten. We moeten namelijk nu hier zijn. Hoe gaan we dit doen? Misschien als ik iets opgooi. Nee, dat helpt. Heeft geen zin. Oké, ik moet er echt overheen springen, dus... Oké, nice. We made it, we made it, we made it. Tenminste, we zijn natuurlijk wel geraakt door de vuurbal, maar we zijn niet in de lava terechtgekomen. Dus dat is al heel erg fijn. Oké, even kijken, wat staat er? Nieuw spawn point has been created. We zijn dus in een nieuw gedeelte van de piramide uitgekomen. En ik zie hier al gelijk iemand staan. Ik denk dat dit niet zulke aardige mensen zijn. Oké, dit zijn inderdaad niet zulke hele aardige mensen, want ik ben namelijk keihard doodgemaakt door een freaking skeleton. Oké, we gaan dit weer doen. Let's go. Oké, nice, we made it. Geen niks aan de hand, jongens. Alleen, we moeten dus heel goed daar uitkijken, want er zit daar dus een super overpowered skeleton. Dus ik ga rennen. Oké, nice, we made it, we made it. Oké, dat ging maar net goed. Even kijken. Hier zie ik een hele mooie kist en we hebben onze derde gem gevonden. Onze derde edelsteen. En we moeten ze natuurlijk alle 6 verzamelen. Dus we zijn al op de helft, jongens. We zijn lekker bezig. Ik zie hier 2 pressure plates. Die zien er niet heel erg veilig uit. Daar zie ik een aantal paintings. Een soort van farao tekens of zo. Lijkt een beetje op een gezicht, to be honest. Alsof dat daar de ogen zijn. Dat de mond is. Dit de wangen zijn, zeg maar. Een soort van Pikachu wangetjes of zo. I don't know. Is fucked up. Want het is alleen maar eng als je zeg maar dat soort dingen terugziet. Oké, let's go. Oké, nice. We zijn niet op de pressure plates terechtgekomen, jongens. Ik ben heel bang dat als ik een van deze kisten openmaak, dat er ook een val in zit. Dat er dan misschien iets misgaat of zo. Oké, nee, dit is in ieder geval goed. Nice, we nemen alles mee. Ik heb een hele mooie helm gekregen. Ook nieuwe schoenen, maar deze iron boots zijn natuurlijk wel iets beter. Dus die hou ik liever. Ik heb trouwens ook paintings. Misschien als ik die plaats... Ja, kijk. Dat is toch cool, jongens. We maken het nog even ietsje spannender dan het eigenlijk al is. Oké. Nou, we gaan deze kant op. Hier is weer een kist. Er zit een helm in, zitten koekjes in en er zitten botten in. Oké, nou die koekjes kan ik lekker opeten wanneer ik honger heb. Maar ik heb natuurlijk ook nog ander eten, dus dat is helemaal prima. En wat heb ik nog meer gekregen? Ik heb een betere helm gekregen. Die gaan we natuurlijk ook even opnemen, jongens. Kijk, die swag. En dan gaan we heel even snel wat eten, want we gaan namelijk het avontuur weer tegemoet. Oké, even kijken. Dit ziet er heel gevaarlijk uit. Oké. Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit doen? Dit is echt totaal niet leuk. Ik wou het net zeggen. Dit is totaal niet iets waar ik op aan het wachten ben. Oké, jongens. Holy fuck, oh, niet hier weer, hè. We moeten nu weer een stuk opnieuw doen, jongens. Oh my god, dit is zo vervelend. Oké, we weten nu in ieder geval wel wat ons te wachten staat. Als we deze kant op lopen, zijn hier skeletten. Daar moeten we voor uitkijken. Dat bedoel ik dus. Oh my freaking lord. Het zit niet mee, hè, jongens. Het gaat niet allemaal volgens plan. Oké, nog een keer. Let's go. Nu kom ik nog in de lava terecht ook. Oké. We gaan even uitbranden, zodat we in ieder geval nog verder kunnen spelen. Dit is echt totaal niet chill. Ik heb melk. Maar daar kan ik niet zoveel mee, natuurlijk. Heb ik iets anders bij me? Ik heb hier wel ammunitie. Oh, ik ga denk ik dood. Ik ga serieus gewoon dood. Ik ga dit niet overleven, jongens. Tenminste, ga ik het overleven? Ik denk niet dat... Oh ja, ik heb het overleefd. Oké, nu moet ik hier wel echt langs rennen zonder dat ik geraakt word. Oké, daar gaan we. Ah, ik word weer doodgeschoten, jongens. Holy moly. Oké, wacht. We're gonna do this right now. We're fucking gonna do this right now. Oké, nice. Oké, snel, snel. Die skeletten die mogen ons niet raken, anders zijn we echt de lul. Oké, snel. Nice, we... Die skeletten, jongens, zijn zo freaking irritant. Ik heb gewoon zin om even de opties op peaceful te zetten. Sorry hoor, jongens, maar ik word helemaal gek gewoon. Ik word echt helemaal psychisch.
Kijk, ik ga er gewoon even langs en dan zet ik de opties weer op easy. Oké, let's go. Kijk, nu kunnen we hier even langs. Helemaal prima. En dan zet ik de opties snel weer op easy. Kijk, waar ging het hier ook alweer mis? Wat was hier nou, zeg maar, het moeilijke puntje? Oké. Oh, we hadden hier juist overheen moeten lopen. Dat is een nieuwe spawn point. En hier dan? Oké, hier is ook niks. Oké, hoe gaan we dit doen? Oké, snel, 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 snel. Ah, nee! Shit! Shit, man! Dit is moeilijk, man. Oké, we zijn er nu. Oké, wacht, ik weet het al. Ha. Nee! Ik ben hier niet goed in, jongens. Parcouren. Dat is gewoon niet voor mij weggelegd. Maar misschien weet ik het wel. Oké, ik moet hier naar boven. Maar, en dan? Dat kan toch niet? Nee, wacht, we moeten niet naar boven. Wacht, we moeten die kant op. Oh my god, jongens. Mijn hoofd wordt zo heet. Je kunt er een fucking ei op bakken. Oké, let's try this again. Let's fucking... Ik ga dit... No, man. Dit gaat hem niet worden. Dit gaat hem niet worden. Kan ik niet in game mode 0? Ik ga dit stukje even in game mode 0 doen. Weet je, we kunnen op zich de hele map wel gewoon in game mode 0 spelen. Ik weet dat het een soort van cheaterig overkomt. Maar dan halen we hem tenminste. Want echt waar, jongens. Dit is een heel moeilijke zaak. Oké, we hebben in ieder geval al 3 van die edel... Oeh, wat gaat hier gebeuren? Oh, shit. Oké, nieuwe spawn point. Hoe de fuck gaan we dit doen? Ha. Oh, shit, jongens. Dit is niet nice. Zo, nice. Oké, nice. We made it. Wat zit hierin? Een nieuw zwaard. Dat ziet er heel goed uit. Nieuwe ammo. Ik heb zelfs een... oh, shit. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Hoppakee. Ik heb deze gekregen. Nice. Kijk, jongens. De swag is real. Dan gaan we verder. Oké, we moeten hier sowieso naar boven klimmen. Dat is duidelijk. En waar komen we dan uit? Komen we hier uit. Oké, nice. Dan gaan we hier naar voren, jongens. Het wordt steeds spannender. Ik heb echt geen idee wat er gaat gebeuren. Alleen piramides vind ik altijd wel spannend. Want je weet dat er zeg maar vallen en dat soort dingen in zitten. Alleen je weet niet wanneer je ze kunt gaan verwachten. Oké, hier ben ik geloof ik nog niet eerder geweest. Oké, ik heb weer een nieuwe spawn point. Oh nee, jongens. Oké, het gevecht mag beginnen. Dit wil ik wel even in game mode 0 doen, jongens. Dit wil ik wel even in survival modus meemaken. Dit kan namelijk nog wel eens spannend gaan worden. Oh shit. Oké, kom op, kom op, kom op, kom op. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. Oké, we moeten echt... Oh my god, ben je fucking serieus? Ben je fucking serieus? Oh my lord. Dit is toch niet leuk? Dit wordt mijn dood. Dit wordt automatisch mijn dood, jongens. Dit wordt automatisch mijn dood. Holy freaking moly. Oh, die creepers, daar moet ik echt heel goed voor uitkijken. Dat zijn zeg maar de vervelendste hier. Want ik weet gewoon dat die natuurlijk gaan exploderen en shit. En dat is gewoon echt het vervelendste wat kan gebeuren, dat bedoel ik dus. Oké, snel, snel, let's go. Nice. I killed them all. Ja, heb ik ze allemaal doodgemaakt? Ik denk dat deze kamer niet de kamer was waar ik hoorde te zijn, jongens. Dit was zeg maar die... Oh nee, jongens, het gaat alsmaar door. Dit was zeg maar die chamber waar je niet moet komen. Je weet toch, er zit in een piramide zit er altijd wel. Vooral in films zie je altijd wel dat er zo'n kamer zit met allemaal mummies en allerlei andere rare traps. Van die booby traps. Nou, dit was waarschijnlijk de kamer. Oké, we gaan snel weer naar boven, jongens. Ik wil hier niet te lang blijven. Dit was niet zo veilig. We hadden namelijk 2 kanten waar we op konden. Ik denk dat deze kant misschien een iets betere keuze zal zijn geweest. Er staat daar dat we naar beneden moeten, maar ik kan... Oh, kijk. Maar dat vertrouw ik niet, hè. Zo'n kist die dan midden in zo'n kamertje staat met zo'n smal weggetje daar naartoe. Dat kan nooit iets goeds betekenen. Ik bedoel, we zitten in een piramide. Ik kan me niet voorstellen dat het goed is, maar we gaan het toch doen. Oké, nice. Het is wel goed. Cool. We hebben spullen gekregen. Nice. Oké. Maar je weet het maar nooit, jongens. Je kunt beter te voorzichtig zijn dan dat je heel naïef bent. En dat je zo'n kamer inrent en dat er in één keer 9000 vuurballen op je worden afgegooid of zo. Een key. Ik heb een key nodig. Heb ik die net gekregen? Of niet? Ik weet niet of ik die net heb gekregen. Ik heb wel dingen gekregen, maar ik weet niet of ik een key heb gekregen. Kunnen we niet gewoon iets... Maar als ik deze weggooi, heb ik hem dan niet meer. Dan heb ik hem nog wel. Een key. Maar hoe komen wij aan die key? Wat gebeurt als we bijvoorbeeld gewoon ammunitie erin gooien? Dat werkt niet. Hebben we net geen key gekregen dan? Nou ja, jongens. Ik heb mijn eigen key. Kijk eens aan. Oh jawel, wacht. Er moet echt een key in. Maar wacht even, huh? Een key. Moeten we die dan toch misschien krijgen? Oh shit, oh my lord, jij bent ontsnapt aan de plek waar ik net was. Misschien moeten we dan toch hier zijn. Dat lijkt mij, oh my fucking god. Ik denk dat we al deze mobs moeten killen en dat we dan de key krijgen. Ik denk dat, oh nice, rennen vriend. Rennen. Hier moesten we zijn. Holy moly, kijk waar we zijn. De key, ik heb de key. Hoe ga ik hier nu wegkomen zonder dat ik dood ga? Eet een koekje. Zo van wanneer je denkt dood te gaan, eet een koekje. Altijd wanneer je denkt dood te gaan, moet je een koekje eten. Oh my lord, oh my lord, oh my lord, oh my lord. Rennen. En naar boven ermee. Oké, dan. We hebben de key. We got him. We have the secret key. Dit is een typische Egyptische sleutel. Oké, daar gaan we, jongens. Nice. Ja. Yes, oké. We hebben het geheim ontrafeld. Hoeveel moeten we er nog? We moeten nog 2 van die soort van diamanten vinden. Van die edelstenen, zeg maar. En dan hebben we het gehaald. Dat is wel nice.
Maar hé, ik zie hier helemaal niet echt een plek waar ik naartoe kan. Misschien... Ofwel. Nee. Let's have a look. Er zit hier sowieso iets verstopt. Oh, we moeten deze kant op of niet? Denk het wel. Zijn we hier al geweest? Nee, hier zijn we niet geweest. Maar dan staat daar weer zo'n kist op zo'n typische locatie waarvan je weet... Het is te makkelijk als je zomaar de spullen eruit zou kunnen pakken. Er moet iets mee aan de hand zijn. En meestal is datgene niet goed. Dus je weet toch, ik probeer een beetje voorzichtig te doen. Nou ja, YOLO. Tenminste. Ja. Oeh, die is nice. Oh, kijk, die is swag. I'm swagged up. I'm swagged as fuck. En nu, wat is de bedoeling? Hoe gaan wij nu onszelf veiligstellen? Hoe gaan we dat doen? Hé, hey, wat is dat daar? Nee, dat is niks. Jongens, geloof me. Het is, in films ziet het er allemaal veel makkelijker uit. Laat ik het daarop houden. In films, je weet toch, dan ziet het er altijd allemaal zo easy uit. Alsof je gewoon heel makkelijk je weg kunt vinden. Hier komen we vandaan, right? Nee, hier komen we niet vandaan. We zitten nu goed. Oh lord, hoe gaan we dit aanpakken? Oké, rustig. Nice, we made it. Oké, we did it. En nu rechts of links? Nou, rechts, daar is niks, dus we moeten links. Spannend hoor dit, ik moet eerlijk toegeven. Ik vind het spannender dan ik in eerste instantie had gedacht. Ik denk, deze map die doe ik wel even. Oeh, nice. Oh shit, dit is een episch zwaard. Sterker nog, ik word een beetje bang. Hij is zo episch, je zou bijna denken dat we tegen iets naars moeten gaan vechten zo direct. Oké, snel. Oké, dan gaan we. We gaan naar beneden. YOLO boys in the building. Oké, even kijken. Wat is hier allemaal, jongens? We gaan even rechts kijken. Dan gaan we even links kijken. Ik zie hier een luik en ik zie hier een furnace met heel veel papier. Ik denk dat we daar niet zoveel aan hebben, dus we gaan naar beneden via het luik. En waar komen we dan uit? Dan komen we uit in een gang, wederom, die naar beneden gaat. Een trap eigenlijk, die naar beneden gaat. Een staircase, of hoe noem je dat? Ik heb geen idee. Nice, wat is dit? Oeh. Maar ik heb dit eigenlijk allemaal al. Power oneindig, serieus? Holy moly. Oké, wat is dit? Ik zie hier een mooi watervalletje. Ik zie hier spinnenwebben. Very interesting. Maar waar moeten wij dan naartoe? That's the thing I want to know. Oh, kijk. Oh, nice. Oké, dit vertrouw ik niet. Oh, ik wist het, hè. Ik wou net zeggen, dit is iets, ik kan dat niet vertrouwen. Zo'n mooie witte gang, alsof er helemaal niks aan de hand is. No way, er is altijd wel wat aan de hand op dat soort momenten. Oh, shit. No, don't kill me. I'm too young to die. Oh, shit. Snel. Dit is even een lastige, hoor, jongens. Dit is echt even een lastige. Eet een koekje wanneer je denkt dat je doodgaat. Zo van, als je denkt dat je doodgaat, eet een koekje. And everything is going to be alright. Oké, nice, kom op. Fuck you, bitch. Nice, we did it. Rennen, vriend. Wacht, ik eet even wat meer koekjes, hoor. Ik ga het niet overleven anders op deze manier. Chop. Nice, let's go. Oké, en moeten we nu naar boven toe? De key. What? Maar welke key? Nee, dat meen je niet. Maar wacht, dat betekent... Kijk, we hebben in ieder geval de zombies hier gekild. Dat is een voordeel. Maar er is dus nog ergens... Nee, kut. Kunnen we hier nou serieus niet meer weg? Maar we hebben de key niet. Wacht. De key, die moet hier ergens verstopt zitten. Want we kunnen namelijk niet meer terug. Dus we weten in ieder geval dat die niet op de terugweg ligt. Zowel, dan is er een soort van glitch in de map... waardoor we de key helemaal niet kunnen krijgen eigenlijk op dit moment. Dat zou ook eigenlijk best wel heel erg kut zijn als je er zo over nadenkt. Maar laten we daar even niet vanuit gaan. Laten we ervan uitgaan dat er iets anders aan de hand is. Ja, de key... Nou, hij is hier niet. Hij is hier echt niet, jongens. I'm so freaking sorry, maar dan moeten we toch echt terug. En als dat niet kan, dan zullen we even moeten gaan cheaten. Of ja, cheaten. Dan zullen we even game mode 1 moeten. En dan zullen we even dit zo kapot moeten maken. En dan kunnen we weer game mode 0. Is hier een key, jongens? Ik denk namelijk van wel. Er moet hier ergens een kist verstopt zitten. Of iets wat erop lijkt. Waardoor wij de key kunnen krijgen. Want hier zie ik geen key zitten. Nee, weet je, jongens, I got this. I'm just going to cheat this. I'm so freaking sorry. Maar jullie willen natuurlijk ook weten hoe het verder gaat in de map. Dus wat ik ga doen is, ik ga lekker hier zo doorheen. En ratatatatatata, zo. En dan maak ik dit kapot, en dit kapot, en dit kapot. En dan, oh, ik heb de key. De key zat er al in. Oké, dan is er schijnbaar iets misgegaan. Dan heeft de mapmaker dat niet helemaal goed uitgedacht. Cool, we zijn hier, jongens. Laten we ervan uitgaan dat we dit gewoon even legit hadden gedaan. Want de key hadden we eigenlijk al horen te hebben. Die zat er namelijk al in. Heb ik niet zelf gedaan, voor zover ik weet. Maar oké, nevertheless, let's go. Wat gebeurt er? Wat is dat? Een witch. Kill. Oh my god, waar ben ik? Oh my god, dit gaat helemaal mis. Dit gaat op zoveel verschillende soorten fronten mis. Zijn we wel goed? We zijn wel goed. Alleen deze... Oh nee. Wat gebeurt er, jongens? Ik word zo hard genaaid. What the fuck? Nee. Shit, oké, rustig. Er gaan allemaal dingen worden dichtgeklapt en er gebeurt van alles en... Oké, nice. Chop die steak. Oh nee. Snel. Kut. Ik gooi mijn mes naar hem toe. Snel, oké, chop dit. Oké, nice.
Wat? Ik heb 21 keys? Oh, dat is Glistering Melon. Ik dacht dat dat keys waren, joh. Dat lijken namelijk gewoon op keys. I don't know. Ik bedoel, ik heb de map niet gemaakt. Maar oké, dat ziet er heel awkward uit. Oké, we gaan naar boven. Oké, daar is de kist. Ik durf eigenlijk niet. Ik ga er toch naartoe. Let's go. Oh, jij moet dood. Jij moet dood. Jij moet dood. Jij moet dood. Jij moet zo hard dood. En jij moet ook dood. Jij moet ook dood. Jij moet ook dood. Jij moet ook heel hard dood. Jij moet ook snel pakken spullen. Oh, daar zit helemaal niks in. Dit is een trap. Oh, nee, 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 nee. Ik ben dood. Oh, my lord. Ben je serieus? Waar kom ik nu uit? Oh, ik kom wel hier weer netjes uit. Oké, dat is mooi. Maar wacht, we moeten hier zijn, hè? Dat dacht ik inderdaad al. Een vies gangetje. Ik heb een hele sterke ster gekregen, jongens. We're going to use that. We're going to fucking use that. Als er weer een vervelend mannetje komt. Of een ander beest wat ons gaat lopen irriteren hier. Moeten we hier naartoe? Ik denk het wel. En dan moeten we hier zo naar. Dit is echt een dolf, jongens. Oké. Oh nee, hoe gaan we dit doen? How are we going to do this? Want kijk, ik snap dat we hier naartoe moeten. Maar hoe gaan we dan daar komen? Kijk. Komt dit even van pas, jongens? Nice. Nee, 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 shit. Oké, okay, shit, I'm fucked, I'm fucked, I'm so fucked, I'm so fucked, I'm so fucked. Oh, I made it, soort van, I guess. Oh, water, lekker hoor. Ja, kijk eens aan. We konden twee kanten op, we konden... Of niet? Nee, we konden maar één kant op. Oké, dan gaan we sowieso goed, gelukkig. Ik vind het altijd zo kut als je twee kanten op kan in dit soort map, want dan weet je nooit of je wel de goede kant op gaat. En dan kom je erachter dat je de verkeerde kant op bent gaan en dan denk je van, oh shit, had ik maar een manier om terug te kunnen in de tijd. Of in ieder geval om gewoon de goede kant op te gaan. Ik zie dat hier sowieso een muur zit. Oh, deze muur kun je zelfs gewoon kapot maken. Dat mag. Nice. Nice. Wat zit erin? Een heel mooi zwaard. I appreciate that. Potions. Nice. Een boost potion. Die is handig. Heet dat een boost potion? Ja. En een... Oké, nice. Nice, 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 nice. Oké, cool. Spawn point. Nice. Hoeveel van die dingen moeten we nog hebben? We hebben er al 5. We moeten er nog maar eentje vinden. Oh, nee. Oh, nee. I don't like this. Wat zit hierin? Night vision. I'm going to use that right now. Zo, snel, 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 snel. Welke kant moet ik op? Welke kant moet ik op? Welke kant moet ik op? Oh, ik haat het zo erg, jongens. Ik heb zo'n ontiegelijke hekel aan doolhoven. Echt waar. Als je mij vraagt waar ik een hekel aan heb, dan zijn het zeker weten in pretparken gezien dan. Achtbanen en doolhoven. Ben ik gewoon niet goed in. Daar ligt mijn specialiteit, zeg maar, gewoon totaal niet. Ik heb een lever gevonden. Did I just do it? Did I just do it? I guess I did it. I'm not really sure about it. Maar we zullen het zien. Denk het wel, eerlijk gezegd. Ik weet niet of we dit kapot mogen hakken, maar... I'm just going to do this, oké. Even kijken, welke kant moeten we op? Rechts, links, links, rechts, links, 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 rechts. Ik ben helemaal psychisch van mezelf. Oh my god, I don't know what I'm doing, man. I don't know what I'm doing, man. I'm just going to destroy everything in this map, man. Nou, dat nog niet helemaal. Maar ik ga wel even op deze manier te werk zo. Even alles kapot maken, want echt waar, jongens. Zoals ik al zei, I don't like doolhoven gewoon. That's all I can say. I don't like doolhoven. What the fuck? Ik ben de map aan het mollen. Nou ja, jongens, weet je, ik moet ook zeggen, ik heb het wel weer leuk gehad. Ik vond het een interessante map. Laat ik dat even voorop stellen. Ik vond het echt een leuke map om te spelen. Ik heb het niet helemaal uitgespeeld, maar ik zit wel tegen het einde aan. Ik vond het heel leuk om te zien hoe ze al die vallen en al die mobs in deze map hebben verwerkt. Vonden jullie dit nou ook een leuke map en willen jullie meer van dit soort Minecraft custom maps zien? Doe dan sowieso een dikke vette like op deze video. Shoutout naar heel Team Dutch Tuber. Love jullie allemaal. En tot de volgende keer. Adios.